Maar jutten, strandjutten, alles wat je op strand vindt, was vroeger verboden. Dat was diefstal. Dat moest je dus brengen bij de strandvonder. In de regel was dat de burgemeester of een aangewezen ambtenaar. En dan werd dat later publiek verkocht. En dan kreeg je als jutter maar een heel klein beetje geld. Het was natuurlijk veel slimmer als je een vat wijn vond, om dat te begraven in een duin. En na ongeveer 3 maanden, als iedereen dat al was vergeten, weer op te graven en te verkopen aan de wijnhandelaar, had je de volle boet natuurlijk. Hè. Wat grappiger ervan is, dat die 3 balken niet eens van het Amelandse strand komen, wordt gezegd. Er lag namelijk een schip vol hout op de borstplaat van de Schelling. Ameland had nog niet een luciferhoutje. En toen zijn ze met bootjes van Ameland naar de borstplaat gevaren en hebben die balken daar van de borstplaat gejat. En dat het ook nog in ons wapen vermeld is, dat vinden die Schellingers helemaal niet leuk. Die hebben daar nog een beetje de balen van. Ik zo. We gaan even naar binnen.